Oké, let's go. Laten we dit doen. We doen het. We doen het. Oh, balen. Wat? Wat? Sinds wanneer moet ik de Sierra Cosworth unlocken? Of was dat pas de volgende generatie waarin wij die wel konden? We hebben die nog gespeeld toen op een gegeven moment. Cosworth? Nee, volgens mij niet. Sierra wel. Nou ja, maar oh, ja, ja, ja. Oh, die heb ik. Ja, je hebt hem inderdaad. Dat is raar. Jij zou hem unlocked moeten hebben. Ik heb hem niet. Die ik heb geselecteerd. De Sierra Cosworth. Ja, yeah. Die heb ik gespeeld namelijk. En nu heeft hij weer besloten dat het toch niet zo is. Oké, okay, nou ja, hij zit volgens mij alleen maar tussen de 80's cars. Lol, YOLO. YOLO is de enige YOLO. Wacht. Nee, precies, YOLO is best YOLO. Ik kon die dus niet selecteren, hij stond erbij dat ik hem nog moest kopen. Kan je aan de kant gaan? Want ik probeer namelijk een rally te starten hier. Oh, oké, okay, sorry. Oh, shit. Nee, ik had weer geparkeerd. Even wink boodschap aan het doen. Oh, kut, hij staat op wat matig. Oh, really? Bij mij ook? Kut, wat had ik ingesteld voor gears? Ik heb geen idee. Ja, bij mij ook. Wel. Kut, wat had ik ingesteld voor gears? Weet ik, in je numpad. Nee. Oh nee, want jij... Oh, hier. Oh, ik heb ze, oké. Ik heb die van mij ook. Ja, nou ja, die van mij iets langer op. Ik ben nu pas weer weg. Ik had geen idee dat het zo aan stond, want dit is blijkbaar in de preset nu. Ja, we hebben de vorige keer dat ook gedaan met die full hardcore... Ja, maar ik snap niet dat, dat op is geslagen in de preset. Dat is een beetje het punt. Regen met rear-wheel drive met een gebroken windscreen terwijl je blijkbaar moet schakelen. Ja, oké. Okay. Ik rij maar een minuut achter, denk ik. Dat moet wel goed komen. Het enige wat jij hoeft te doen is niet sterven. Ah ja, hier, plus 28 seconden. Ja, ik ga ook niet zo heel hard hoor. Want ik ben niet zo goed in. Ja. Ik ben niet zo goed aan het schakelen, namelijk. Een beetje van. Ja. Oh. Spin. Oké, nou, ik heb tenminste één bocht deze baan mooi genomen. Die ene hairpin. Godverdomme, dat rear-wheel drive en dan nog weg proberen te rijden, dat is echt dus een beetje lastig. Want ik heb het differential ook best wel hard staan. het wegrijden is een beetje een gedoe. Ja, maar dat... Like, achteruit, dan moet je dus eerst naar neutral, dan naar achteruit. En dan moet je heel counterintuitive gas geven naar voren. Maar dat is een pijl naar voren. Ik bedoel, ik snap dat dat... In een auto is het heel logisch, alleen bij deze is het een beetje... Toetsenbord is heel raar. Verdomme, wat kan ik hier slecht in? Ik heb laatst nog het idee om hier even een of andere... time trial op te bouwen op een of andere map die we nog niet hadden gedaan. Als challenge en die dan dus te uploaden. Without your knowledge. Until it was too late. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Maar het zou ook niet goed gekomen zijn, denk ik. Als ik het niet zo bekijk. Oh. Oh, wat ben jij dan? Ja, ik kan dus achter tevoren gestaan fucking lang. En ik ben nu echt super sloppy aan het schakelen omdat ik gewoon niet meer oplet. Oh, auw. Godverdomme, nu moet ik weer achteruit. Oh, je was doorzichtig. Ben je aan het laggen? Nee, we waren doorzichtig. Ik kon door je heen rijden. Ja, maar dat vind ik dus weird. Nou, ik was eerst ook aan het dodgen, toen werd je ineens doorzichtig. Toen dacht ik, oh, oké. Ik denk dat het daar zo smal is. Oké, misschien dat ik daar terug moet schakelen. Okay, ik zal het alsnog even doen. Ah! Ja, nou, dat is. Oké. Okay. Wow, we staan hier allebei ook, of niet? Ja, klopt. Go! Dan win je ook nog. Nee, net niet.
Jezus, voilà, dat was lelijk. Ja. Zal ik even... Wacht, ik sluit deze server even voor. Ja. Godver. Ik kreeg net de optie en nu niet meer. Ging meteen weg. Wil je anders snoop? Oké. Ja, hoe kak is dat echt? Nou, geef me de optie. Van de schaal diarree tot diamantkak is toch wel... toch wel steen. Ja. Steen. Wat? Even nooit. Doe dan, ik wil stoppen. Zonder mijn hele game te al te vieren. Ja. Dat is vrij snel, maar dat wil ik niet. Oh, dan komt iemand bij. Oh god. Kan je niet, ja... Als je nu schakelt, joh, dan moet je dat horen. Kluk, kluk, kluk. Gaan we hem nou... Oké, nee, ik wou dat zeggen. Doei. Even kijken of ik in z'n 5 weg kan rijden. Ja, dat wil gewoon, joh. Ja, ik kan gewoon in z'n 5 wegrijden. Ja, tuurlijk, want ze hebben best wel een koppel. Ja, kom op. Ik bedoel, dat is niet je doorsnee personenauto. Ja, mooi. Fuck you, man. Dit zijn fucking sterke auto's. Jongen, dit is leuk. Dit zou ik niet krijgen, man. Online. Connecting. Nah. Jam session. Oh, nee, niet quick match. Oh, god. Create match. Zit je weer in een andere match. Recall. Oké, 3, 2, 1, race. Hey, wat? Van settings. Oh, Force Manual Gear staat op no. Wat? Dan hebben we dat zelf aanstaan. Oh. Hebben we dat gedaan? Poep, dan moet ik even in mijn options. Ja. Verdorie. Verdora. Verdora. Waarom hebben we dit? Dat hadden we niet. Oké, ja, dat is hier inderdaad. Ja. Ik zie het ook. Fedora. Jam session. Great. Le game. Riggle. Yes, I'm sure. Oh, ik heb nu op pro staan. Dat is niet de bedoeling. Change settings. Weer 80's? Ja, is goed joh, maakt mij niet uit. Oh, ik heb niet gekeken naar welke maps er nu in staan, maar... Maakt niet uit. Nee, fuck de politie. Ik vraag me af waarom ik die Cosworth niet heb. Er is ook zo'n gratis carpack die we op een gegeven moment hadden gedownload, toch? Of niet? Ja. Yeah. Oh, daar zit hij misschien in. Ja. Yeah. Heb je hem geuninstalled gehad ofzo? Nee, dat is het gekke. Ja. Well. Whatever. Maybe you just done goofed. Beter gaat Windows Live gewoon dood. Komt al die DLC op Steam. Komt in de aanbieding en kopen we voor 5 euro alles. Ja. Yeah. Of like... Voor 2. Of eight, like voor 30 cent. Of voor like 5 cent. Anders geven ze het gewoon gratis. Ja. Ja. Ik zie geen enkele reden waarom ze dat niet zouden doen. Fucking kankerkapitalisten. What? Nou, lekker een bouwlamp in mijn gezicht. Lekker Andrew's heat for hire. Nou ja, ze doen alsof het een kachelbedrijf is, maar eigenlijk is het gewoon gigolo's. Ja. Yeah. Ja, met een Vauxhall Opel. Dat is raar, ik dacht dat het meestal één van de twee was. Ja, technisch gezien is het natuurlijk altijd allebei, maar er stond Vauxhall Opel achterop. Maar dan willen ze dat dus allebei oppakken. Ja, gewoon omdat ze iets hebben van, ja weet je, als we dan een keer naar Europa gaan, hoeven we niet de badges te veranderen. We zetten er gewoon allebei op, fuck alles. Ja. Het is ook nacht, dit is wel typisch. Oh, hallo boom. Oh, still alive. Ik rijd bij de vorige checkpoint ietsje op je voorbeeld, toen verneukte ik die bochten daar een beetje. Oh, dat is ook een hele korte baan natuurlijk. Nou rij ik achter. Oh, dit record is zoveel fijner dan met Fraps. Met Fraps ging mijn harde schijf dan een beetje moeilijk doen, want... Ja, maar want dan was het ineens nauwelijks meer fatsoenlijk speelbaar.
Ja. Maar ik heb nog niet van die ernstige frame drops gehad nu. Nice. Het komt gewoon, want ik gooi het nu op een andere harde schijf. Je rijdt een seconde voor het raam. Ik gooi het nu op een andere harde schijf. En hij gebruikt gewoon een deel van mijn processing power om hem alvast te berekenen en shit. En that works, apparently. Even kijken hoe de kwaliteit is van de filmpjes, want die andere zijn lossless natuurlijk. En deze niet per se. Ik had toch al verloren, ik denk gooi hem er ook over dwars over nu. Oh, ik had wel, ik heb nog wel 1/10 op je ingereden toch. Lachen. Ik ben al aan het overwegen om een biertje open te trekken, maar het is wel een beetje, ja. Vroeg, ja. Maar het is wel Koningsdag, hè. Dan kan je je als een koning voelen. Waarom heb ik er niet al 3 biertjes op? Ja, ik wil de koningen van vroeger, die deden met alcohol. Iedereen vroeger een bier drinken. Ja. We hebben helemaal niet zo lang een koninkrijk trouwens. Ik wist dat niet zo, eigenlijk. Maar dat is nog maar een paar honderd jaar zo. Daarvoor was het gewoon niet een koninkrijk. Daarvoor was het gewoon niet een koninkrijk. Waarom gewoon een republiek? Oh, ik vind het allemaal wel prima. Relax, die formatie van mij is een beetje aan het fuelen, het doet niks. Maakt niet uit. Oh, kak. Ik weet niet of dit goed gaat. We moeten ook de Finse lijn in de lucht overheen, zie ik. Wat? De Finse lijn in de lucht. I suddenly get it. Ja, ik dacht ook op moeten. Ja. Ik ga deze niet uitleggen, zeg maar. Nee. Oh, ik begin echt heel interessant. Dit is helemaal niet een irritante bocht om te maken nu. Terwijl je met je achterwielen in de sneeuw staat te slippen. Hij cutte zeg maar de corner bij de start. Waardoor ik zeg maar een soort van... Ja, nee, precies. S-bochtje. Ja, ik moest een soort van S-bochtje maken om de startlijn überhaupt heen te komen. Jezus. Ik had ineens dat mijn auto die reed. Gewoon bla 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 insturen. En toen ineens besloot hij, nope, ik ga niet meer sturen. Wat? Okay. Oh, dat... Want jij zei dat een paar seconden voordat ik over een stuk kwam waar ik automatisch controle verloor. Dan gleed ik ineens weg. Het was echt van, oh. Maar misschien hadden we hetzelfde stukje. Dat kan je in het filmpje wel terugzien, denk ik. Als dit filmpje tenminste lukt, hè. Want, ja. Ik heb nu ook iets... voor alle mensen die dit misschien online nu kijken, dit is blijkbaar dan gelukt. Als je dit niet aan het kijken bent, ja, dan niet. Ja, als je het niet aan het kijken bent, dan moet je bij jezelf afvragen hoe je dit in godsnaam aan het horen bent. Ja, dat is wel een beetje raar namelijk. Dus dan moet je inderdaad sterk gaan afvragen hoe je dit precies kijkt. Ja. Het is een hard... Een speciale... shout-out voor alle mensen die met hun ogen dicht aan het luisteren zijn naar de tekst en verder niet kijken. Shout-out voor die mensen, want dat is ook speciaal gast. Gameplay van het spelletje. Ja, je hoort echt alleen maar hing, 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 hing en ons slappe gelul. Slappe gelul, helemaal niet. Ja, het gaat over dat hij zonder ogen aan het kijken is. Ik wou zeggen met ogen dicht, maar toen dacht ik, ja, zonder ogen kan ik net zo goed afmaken. Het is wel mooier eigenlijk. Ik gun het je wel. Als je luistert. Oh. Oké, okay, ja, ik reed even voor, maar nou niet meer. Oh. Oh, man. Nee, ik ging even op safari. Over de kop en zo. Ik rijd nou met de kapotte voorruit en ik heb geen deur meer. Dat is een beetje... Koud. Ah, koud inderdaad. Ja, ik wou het niet zeggen, maar het is wel zo natuurlijk. Lekker sneeuw naar binnen. Gewoon inderdaad sneeuw naar binnen als een ballen. Also, hij remt een beetje raar nu. Ja, ik vermoed dat je wiel gewoon scheef staat of zo. Oh. Misschien dat ik dat niet moet afsnijden. Volgens mij is een keer trouwens gewoon een stukje waar je de weg niet meer kan zien. Want ik had het namelijk net bij een bocht naar links. En nu heb ik het gewoon bij een heuveltje. Volgens mij is het gewoon niet kunnen zien waar je heen gaat. Ah ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Ja, crash jump flat, care left 6. Ja, jouw auto is al wat frisjes op de moment. Ja, godverdomme. Ik rij ook 5 seconden achter ofzo. Oh. But I can still win the tournament if you fuck up the next one. Oh nee. Oh, ik heb het laatste stuk weer een stuk sneller gereden, zo te zien. Nice. Nice. Lidli Kauwpanger. Oké, okay. Prima joh. Lidli Kauwpanger. Wat, die joint ofzo? Nee, dat was de name van de track. Oh.
Ik moet bij deze recording software moet ik wel steeds zelf mijn filmpjes onderbreken trouwens. Want ik merkte dat na 20 minuten opnemen of zoiets, crashte op een gegeven moment de recorder. Of like de codec of zo. Ik weet niet precies wat het was. Ik kan geen drinken meer inschenken. Full YOLO tijd. Niet full YOLO, maar wel sterke YOLO. Ja, maar waar heb je grip ook voor nodig, weet je wel? Je kan net zo goed je banden gewoon aan je... Gewoon direct aan je chassis lassen, inderdaad. Gewoon... Veel fijner. Wat is vering? Dan kan je pas echt voelen wat de auto doet. Gewoon een stang onder je chassis, inderdaad. Oké, let's go. Het is wel zo fijn dat als je zo'n rear-wheel drive auto op een juiste manier in een bocht krijgt, die gewoon met nauwelijks koudersteer de hele bocht kan blijven driften. Het is echt dat je denkt, dat was helemaal niet snel, maar het was wel fijn. Ja, het was wel cool. Nou, ik denk ook niet per se dat het niet snel is. Het is gewoon... Ja, het is suboptimaal. Op de niet sarcastische manier. Je kunt sneller. Als je ietsje meer grip pakt aan het begin en het einde. Oh, oké, ongemakkelijk. Hallo, bosje. Pam padam. Nou, dit gaat helemaal goed komen, zo. Ah, nee! Nee! Ik zeg dat ook, en ik rij echt tegen een blok hout aan. Typisch. Heb ik nog steeds die ghost horn? Ja. Oh, wow, ik was bijna dood. Bijna dood ervaring. Nee, je bent ook bijna aangereden door een boot. Ik weet niet of het hoor je bent. Nou ja, dit... Boot... Oh ja, oh, dan gaat je motor kap. Doei. Ik heb hem nog enigszins gedodged. Ik denk, ja, nou, daar wil ik niet overheen rijden. Fuck dat. Slecht voor mijn bandjes. Wow. Godsamme. Wij gaan niet zo heel lekker, Jeremy. Hey. Wordt het spannend. Ja, want ik bij de eerste reden we maar een seconde van elkaar af. En bij de vorige reed ik 5 seconden. Dus ik heb hem, ja precies, 4 seconden over. Dit was bijna 10. Zou even met pro? Wat? Zou even met pro? Ja, maar wij zijn ook pro. Ja, ja. Het is wel waar, ja. Oké. Ah, vet. Ik heb 300 reputatie. Wat? Ik heb de reputatie van 300 man. Ja, pro, hè? Oké, track selection. Veen. Go. Ik heb niet gekeken welke tracks ze hebben. Let's do this. Oh ja. Oké, okay, fuck it. Ik ga met de Fiesta. En dan de Castrol livery. Oh, tegen een Mini. Oh, dit is fucking awesome. Legendarische auto. Ik heb nog 1 of 2 levels voordat ik ook die fucking Fiesta eindelijk heb. Ik wil dat de hele game, wil ik dat doen. Nee, nog 1 dacht ik, toch? Zou kunnen, ik weet want je was er echt bijna, ik weet nog de vorige keer toen zei je ook dat je hem bijna had. Ik ga gewoon de singleplayer gaan spelen, maar daar heb ik geen zin in. Nee, maar je hebt straks alles unlocked via multiplayer en dat is ook wel wat waard. Ja, ik ga in de singleplayer stap, wacht, ik heb alles al. Fuck it, YOLO, hey. Yep. We moeten in Finland 1-2-1 bellen. Over de lijn. Ga aan de kant. Jongen, ik ben toch aan de kant. Kom dan, ik pak je. Wat zei je over mijn moeder? Ik kom eraan hoor. Ik kom je pakken. Jongen, ik schiet je zo in je knieën. Richie Tony dinges.
Oh ja, dit keer. Dezelfde gast die joinde ons net voordat wij quitten begonnen. Oh, nou, zullen we meteen weer altijd vieren gewoon om hem ter deur te stellen? Zou die echt niet denken, oh, deze gast is quit, man. Ja. Wat een super probleem. Ligt dat, ja. Oh, oh nee, 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 nee. Ligt dit nou aan mij of gaat die server gewoon steeds? Of. Elke keer als ik connect, misschien is het een connection issue. Gaat hij echt een week lang op Reddit, dirt Reddit, van jongens, what the fuck man? Ja. Huilend en zwetend wakker worden. Oh. Ah, dat was gewoon een normale manier om bocht te nemen hoor. Dat deed. Ja, daar heb ik ook wel erg gepast van inderdaad. Normale manier om bocht te nemen. Zo doe ik het ook. Dat moet, eigenlijk had ik dit ook moeten recorden. Dan hadden we eindelijk een keer dat dual filmpje kunnen maken dat we allebei de visual tracks hebben. Ja, maar dat kunnen we denk ik beter doen met een hoe heet dat? Relicos. Dat is interessanter. Ja, ben ik recht? Maar met een rally kan je op zich nog steeds dan picture-in-picture doen, hè? Dat werkt wel eindig aardig. Ja, dat is waar. Dat je af en toe zeg maar switcht, want als we het dan hebben over iets wat bij mij gebeurt. Oh, ja, ja, zo. Ja, dan maak je sowieso een interessante filmpje van, ja. Vorige keer heb ik toen heel veel shit gerecord met die Shadowplay van GeForce. Ja. Waar ik niet zoveel van merkte en waar ik me eigenlijk van afvraag hoe het werkt. Maar ik heb nou, ik weet precies hoe het werkt. Het wordt gerecord, en geëncode. De nieuwste GPU's die hebben multicores. En dan wordt het volledig gerecord en encoded. Of eigenlijk, de recording is niet echt een proces zelf, maar de encoding wordt dan gedaan door een van de cores van je GPU. Dus dat merk je inderdaad helemaal niet. Bij mij zit het nu in de CPU, dus ik heb hem 2 threads gegeven. Maar 2 daarvan die zijn dus nog helemaal beschikbaar voor de game, dus ik merk er ook vrij weinig van nu. Oh, misschien ik wel op de baan. Ik begin echt fucking super smooth, totdat ik 1 keertje een fout maak, maar elke keer gewoon overal eraf. Ja, hé, hey, hier rennen nog gasten van de... Oh, je bent dood! Ik denk al, ja. Hier rennen gasten nog van de baan, maar... Ik denk, hoe kan dat nou? Waar ging je dood? Ik had het helemaal niet door. Ja, op het moment dat ik naar je switchte, weet ik veel, net voor dat dorpje. Dan heb je zo die vieze baan, want dan kom je net van de lucht af. En als je dan nog niet ingestuurd hebt, dan ga je gewoon tegen dat huis. Oh, ja. De ouders van Luke, of de oom van Luke Skywalker dood. Nee, klopt. Als hij aankomt en die verbrande lijkert, komt ook door alle auto's. Ja. Die, ik moet dan elke keer denken aan die fucking action figures. Ja, die action figures van de... die verbrande skeletten. Zwarte skeletten. Oh. Fucking naar. Deze auto is ook helemaal niet fijn. Oh. Tot na en helemaal niet, redelijk niet fijn. Nee, deze is ook iets te twitchy voor mijn taste. Fuck it, ik doe het zo. Oh, moet ik wel. Een Citroën C4. Well, what do you know? Dat verwacht je toch niet? Vraag jij het? Nou. Ja, ja, ik wist het. Anders ik wel. Ja. Ik wil niet. Uh-oh, politie! Ik moet even weg! Ah! Ik rijd veel te hard ook. Ik reed echt weg en ik hoorde hem meteen aangaan, dus ik denk, oh jee. Hij heeft me gezien. Ja, precies. Je hebt ook geen gordel op. Nee. Waar heb ik ook een gordel voor nodig, joh? Het is niet alsof hier andere auto's zijn. Nee, maar hij denkt dat ik geen gordels op heb. En dat is een legit probleem. Wat je in dit soort auto's hebt. Want die vierpuntsgordels zie je van achter niet. Oh, dat is het. Hij snapt gewoon niet wat voor auto je hebt. Ja. Dat is een misverstandje. Ja. En wie heeft hem in godsnaam op een WRC-terrein losgelaten? Nou ja, het is gewoon een hele optimistische agent. En die wil gewoon veel te veel goed doen ook. En ja. Ja, en de hero Gotham deserves to need. To have. To want. Don't cut. Top. Oh god, dat is deze bocht. Ja, ik heb nu een beetje last van frame.
Van frame ook gewoon, alleen van frame. Van framing. Mensen proberen me ergens voor te beschuldigen. Wat ik niet heb gedaan. Ja. Maar jij bent helemaal niet van. Nee, dan wie was de telefoon? Maar wie was het? Dude. Oh, lekker hoor. Ik had ook totaal niet naar de tijden gekeken, realiseerde ik me net voor ik ging finishen van ik vraag me af wat er gebeurt. Maar we reden allebei wel vrij strak, dan denk ik. Ik had een paar bochten een beetje sloppy, maar voor de rest... Ik ging bij die ene hele nade waar je 150 aankomt en dan ineens een left 2 hebt. Ja. Die ze haakse. Toen had ik hem eigenlijk, zette ik hem per ongeluk in de berm. Alleen dat remde me wel af, dus toen kon ik wel aan de bocht over. Ja, ik remde daar te hard, dus... Nou ja, dat zal wel ongeveer hetzelfde effect hebben gehad uiteindelijk. Wat? Zijn de Joden binnen aan het vallen? Wat? That never happened. Oh, jawel, trouwens, in Israël. Fucking Israël. Fucking Israëliërs. Israël, nichten. Oh, oké. Sorry. Oh, ik heb mijn downforce down gezet, maar ik zie dat de vloer nat is. Dat zie ik nu. Een beetje laat. Ja, YOLO. Ik heb dat ook gedaan, namelijk. Weer de politie! Moet hier weg. Een politietrein is het. Quick, on the gas. Ik vind het dashboard van deze auto echt super lelijk trouwens. Holy niet shit. Zo lelijk als het dashboard van deze auto. Ik heb een fucking Mickey Mouse in mijn... Wat is er met mijn auto, joh? Hij stuurt ze wat niet. Zo erg heb ik de downforce nou ook weer niet gezet. Hij wil niet, joh. Ik heb het idee dat ik meer grip heb, of meer understeer en zo dan op het droog asfalt. Weird. Zou kunnen, je hebt ook niet een grip om in te sturen aan die moment. Oh, nee, please, no, please. Nee, maar hij wil ook niet echt powersliden ofzo. Nee, daar heeft hij gewoon geen zin in. What the fuck, man, je moet halverwege de bocht gewoon bijsturen. Hij wil niet uitbreken. Hoe heet dat? Suspensie staan. Hard. Dat draagt ook niet echt bij aan de... Ik heb het idee dat hij iets me tegenhoudt ofzo, van de zijkant. Hou me tegen. Of eigenlijk niet. Oh, waarom is die stuik zo hard? Oh, dat is jammer. Omdat ze echt, ze zien elke keer dat de lui daar afsnijden. Dus ze hebben nu gewoon een stalen paal erin gegooid. Bam! Bats! Oh! Oh man, ik ging lekker tot dat punt. Holy shit, wat lelijk. Nou ja. Huh? Hebben we dat ook weer gehad? Nou, hij wil echt niet uitbreken, joh. Geen zin in. Ik heb iets fout gedaan met de instellingen, maar I don't know. Oh, ja hoor. Dan slip ik daar wel weer af. Nou ja. Ik kon hem toch al vergeten, deze. Twee keer al over dwars gestaan. Oh, holy shit. Wie is er als tweede? Wie is die tweede dude? Ah, ja. Maar die heel slecht, ik doe het ook slecht. Bij de vorige checkpoint stond ik een seconde achter je. Als je nu nog een keer bent gecrashed, weet ik het niet, maar... Ja. Dus jij hebt best wel nog een kans. Ja, ik trap in het laatste stukje wel gewoon even wat door. Oh. Oh. Oké, dat doortrappen, dat gaat hem ook niet echt worden, want daarmee verloor ik bijna controle. Oh. Wat in de... Oké, nog een keer gecrashed. Je hebt een beetje de omgekeerde race van mij. Ik begin overal tegenaan. Nee, maar ik heb al drie keer achter tevoren gestaan, joh. Maar hij wil niet! Nee, please, no! Hij stuurt gewoon heel raar. Er is bijna geen feedback. Als ik gewoon stuur, dan is het echt van, ja, ik ga gewoon rechtdoor. Ja, fuck jouw auto. Je moet gewoon wel de bocht om.
Beter ga je een beetje twitchy de bocht om inzetten, zoals je normaal doet via stijl, omdat je wielbasis 1,5 meter lang is. Oké, okay, ik geloof dat ik een lekker band heb. Dat is ongemakkelijk, net voor de finish. Nou ja, loopt aan. Ik kon nog wat tijd inhalen, maar... Nou ja, loopt hard aan. Dat is het. Hij is niet lek. Ja, dat dacht ik al. Als ik de laatste keer niet nog achter tevoren was gekomen. Was die auto bij jou ook onzichtbaar? Zeg maar wel niet. Nee. Of als ik keek, ik zat in spectate, dus daar in ieder geval niet. Oké, ja, ik zat op de finish, maar er kwam like, gewoon stof aanrijden. Oh, nice. Beetje raar. Zoveel gecrashed dat alles had schade. Ja. Heeft het maar gewoon laten liggen. Goed. Ze werd bij de